Quick Boys met Tommy Bekooi hier aan de bal. Start in plaats van Joost Koelman. En geeft een voorzet aan Harry Zwarthoed. Dat is de enige Volendammer aan Quick Boys zijde, omdat Maarten Woudenberg geschorst is. Dirk van der Plas speelt in zijn plaats. Milan Hoek met de lange bal op ketting. Die krijgt hem nog voor, maar dan wordt hij weggewerkt. En dan de vrije trap, omdat scheidsrechter versnel hand ziet hier van een Volendam speler. Op een mooie plek voor Jaap van Duin. En ja hoor, het is 1-0, 9 minuten gespeeld. En Quick Boys direct al op een 1-0 voorsprong. Het feestje wordt gevierd met de bank. En blijdschap, want dit is natuurlijk mooi ook in die strijd om de tweede periodetitel, waarin Quick Boys bovenaan staat. En bij winst doet het hele goede zaken. Volendam met een mooie aanval, goede lange bal. De ploeg staat dan wel onderaan, maar dat zou je aan het spel niet afzien. Leuke voetballende ploeg met snelle spelers. Het enige nadeel is dat het niet doorheeft dat je ook echt moet scoren om punten te krijgen. Want dat schort er nog aan. Opnieuw een goede redding van Patrick de Groot. Volendam is in deze fase wat beter en het zou eerder 1-1 worden dan 2-0. Maar de Groot houdt zijn ploeg in de strijd. Quick Boys opnieuw nu in de aanval met een mooie opzet van Bekooi en ketting. En dan is het 2-0. Heerlijk voor Tommy Bekooi natuurlijk, die eindelijk weer eens in de basis mag spelen en het dan zo laat zien. Op het moment dat ze het moeilijk hebben, maakt hij het af en staat het 2-0 na 24 minuten spelen. Lange bal op Bekooi. Milan Hoek. Dirk. Milan Hoek. Ketting. Weer Dirk. Oh, wat is dit een mooie aanval zeg. En wat jammer dat Dirk van der Plas die bal niet af kan maken. Een van de mooiste aanvallen van de middag. Wordt door Kees Tol, de doelman, tot corner gedegradeerd. Breinburg. Op Milan Hoek. Quick Boys lijkt het weer gevonden te hebben. Deze bal is mooi op Jaap van Duin. Kees Tol staat voor zijn doel. Van Duin loopt hem eroverheen. We hebben 28 minuten gespeeld. En het staat 3-0. Bij Volendam worden ze er moedeloos van. U ziet het. Terecht ook, want zo slecht spelen ze helemaal niet. Maar Quick Boys maakte 3 en zij 0. En dat is het grote verschil. Ketting op Van Duin. Even uitgeweken naar de rechterzijde. Springt op met de goede voorzet. Richting Ketting. Wordt net verwerkt door Jonkerman. Er blijft 3-0. Ruiter. Op Zwarthoed. Had nog nooit van Volendam verloren, zei hij in de voorbeschouwing. Nou, het ziet er naar uit dat hij dat bij de volgende wedstrijd ook weer kan zeggen. Freke! Zo! Ja, we weten dat hij het kan. Dat heeft hij tegen Nijkerk wel laten zien. Nu denkt hij dat het doel iets hoger is dan dat het in werkelijkheid is. Van Duin met een vrije trap op precies dezelfde plek als de 1-0 zo ongeveer. Maar nu schiet hij net voorlangs. De tweede helft met Milan Hoek die de ruimte zoekt bij Breinburg. Alles wat een blauw-wit hart heeft dacht dat Quick Boys in die tweede helft wel eventjes naar 5-6-0 uit zou lopen. Nou, als ze zo blijven aanvallen zal dat toch ook wel komen. Maar Ketting met een goed schot op Kees Tol. Die redt. Heeft er dan wat 3 om zijn oren gekregen. Maar hij kon er niet echt heel veel aan doen, die doelpunten. Volendam blijft goed aanvallen, zegt omzeilt de buitenspel, zo moet ik het zeggen. Maar Kevin Gielen omzeilt niet Patrick de Groot. Hij stopt de bal. En zo blijft het 3-0. De Groot met een uitstekende wedstrijd. Zwarthoed op Dirk. De 1-2 opgezet. Nou, alle ruimte voor Dirk van der Plas.
Ziet dat Tol iets wat voor zijn doel staat, maar het lopje is niet goed genoeg. Ja, sorry, zegt hij tegen Van Duin, die daar ook ruimte had. Of was het Bekooi? Nee, goed. Hij zegt in ieder geval sorry. Oh, Jacobi. Doet zijn jasje uit, mag zo invallen. Een van de beste spelers van Volendam speelde niet omdat hij door zijn rug ging. Staat in ieder geval niet in de basis. Jonkerman, Volendam. Ja, je kan het toch noemen met de moed der wanhoop. Joey Tol met een afstandsschot. Nou, dat was een iets beter lopje. Maar de Groot, zien hem net overgaan. Woest is die. En Verdonkschot is het met hem eens. Quick Boys verliest de concentratie en verliest veel duels. Had toch uit moeten lopen in die tweede helft, wetende dat Volendam wel kapot gespeeld was. Maar dat doet het niet en dat is jammer. Hier Jaap van Duin. Nou, gelijk dreiging. Goeie bal naar voren. Koeman met zijn uitschuifbenen. Nee. In het veld gekomen. Maar komt er net niet bij. En dus blijft het nog altijd 3-0. Maar iets meer kansen weer voor Quick Boys met Bekooi. Met 17 schade zo ongeveer. Hoek, Zwarthoed dan weer. Rustig combinatiespel. En Zwarthoed moet hem nu voorgegeven. Bal komt er ook. En Freke, ja, die volleert op zo'n manier dat je een beetje massa moet hebben. Dat heeft hij niet. Dus verzuimt Quick Boys in die tweede helft uit te lopen. Krijgt het ook niet meer averij om te verwerken. En dus doet het goede zaken in de tweede periode. De Groot redt nog, maar Quick Boys wint met 3-0. En kan volgende week periodekampioen worden.